En leuk dat jullie kijken naar mijn day in a life with a baby. Ik moet een beetje fluisteren, want het is dino 4. Ik heb Cake net de flessen gegeven en verschoond. En normaal gesproken slaapt hij iets langer dan 4 uur, half 4. Normaal slaapt hij wel tot 5 uur, half 6, soms 6 uur. Alleen vandaag dacht hij, man, jij gaat niet doorslapen. Dus het is nu dus inderdaad 4:10. One, two, three, let's go! Don't mind me hoe ik eruit zie, ik ben net wakker. Het is inmiddels 11:11. Maar ik heb dus vannacht het flesje van 3:30 gedaan. En Jason die gaat de sporten weer oppakken 's ochtends. Wat dus betekent dat hij 's ochtends vroeg zijn bed uitgaat, een uur of, hoe laat heeft hij zijn wekker staan? Wat voor 6 uur of zo. Dan gaat hij dus sporten. En dan is hij volgens mij rond 7:45 of zo, 8 uur is hij dan weer thuis. En dan pakt hij dus het flesje daarna. En dan ben ik weer daarna aan de beurt. En dat is dus nu. Maar Jason heeft dus vanochtend het flesje van 8 uur gedaan dan. En nu is het dus bijna 10:45. Dus nu ga ik zijn flesje weer doen en zijn lui weer verschonen, want dan zit er weer 3 uur tussen. Hij ligt hier nu nog naast mij te slapen, maar ja, weet je, mijn wekker ging. Dus dan gaan we hem gewoon even voelen en de luier geven. Vandaag heb ik eigenlijk niet zo heel veel op de planning staan. Ik moet alleen even de wasjes doen, een beetje strijken, vouwen. Ik wil eigenlijk ook stofzuigen, maar of dat gaat lukken, dat weet ik niet. Want ik weet niet hoe rustig dat hij vandaag is. Want dat is altijd een beetje ja, aankijken hoe dat het gaat lopen op zo'n dag. Ja, en dan is het dus gewoon elke 3 uur op voeden en luier verschonen. Dan ga je vanavond bij mama eten, dus ik hoef gelukkig niet te koken, wat wel heel fijn is. En mijn moeder die koopt dus voor elk gezin. Ja, nou ja, wij zijn een samengesteld gezin van 6 kinderen. Mijn ouders hebben een hele grote tuin. En bij elk kind van hun, zeg maar, dus van mij, mijn broers of mijn zussen. Elk kind wat een baby krijgt, of wat een kind krijgt, kopen hun dus een boom. En elke boom staat dus voor een gezin, wat een nieuw gezin wat er gemaakt wordt, zeg maar. En mama en haar man, die hebben dus vandaag de boom neergezet voor ons als gezin, zeg maar, voor Kik. Dus ja, dan gaan we vanavond even kijken, want het blijkt dus een hele grote boom te zijn. Of hij moet nog groot worden, maar het zou dus een grote boom moeten zijn of moeten worden. Dus ik ben heel benieuwd, want ja, die boom die is toch ook een nieuw leven elke keer, zeg maar. Een nieuw iets. Dus dat is wel heel leuk. En dan gaan we ook eten en mama die appte net al. We gaan wat lekkers eten vanavond, dus ik stuurde. Oh, wat dan? Surprise. Ja, wat heb ik hier nou aan? Ik heb helemaal niks. Dus ik ga een kikje bikje even wakker maken. Hallo. Hallo. Ik ga jou uit de inbakkerdoek halen. Goedemorgen. Goedemorgen. Kijk dan. Oh, zijn hele broek zat af hier. I love you. I love you. Oh. Poep, plas, alles door elkaar. Jezus, zie eruit. Ja, dat gaan we even oplossen, want dit kan niet. Hallo? Hallo? Oh nee. Oh nee. Zit mama jou te grappen, ga je lachen en dan spuug je alles uit. Ik heb een mega pot zuurcrème en er zullen vast mensen zijn die zeggen zuurcrème is niet goed, maar het werkt voor Kik echt super, dus ik blijf bij mijn zuurcrème en ik vind het lekker ruiken. Zo, ga
Oh, zie je. Nou, dit is mijn baby Brezza. Ik moet eerst even het flesje uitwassen. Are you well? Nou, dit is nu even heel vies, maar je zet dus het flesje eronder. Zo. Zit er dus hier het melkpoeder in. Die kan je gewoon aanvullen via hierboven. En dan zitten hier dus allemaal knopjes. En dit is dus het knopje dat je hem aan kan zetten. En dit zijn de milliliters, de temperatuur. Ik denk dat dit de poeder is, hoeveelheid. En dit is spoelen, denk ik. Nou, we hebben nu op 120 milliliter staan. Hij drinkt iets minder, maar je hebt dus of 90 of 120. Dus we zetten hem op 120. En dan is je flesje klaar. En dan zitten we dus in de slaapkamer op de poef. Waar hij altijd zijn fles krijgt. Kijk, die ligt hier lekker in zijn box. Met zijn moenie en zijn speen. En als het zo blijft, als hij zo rustig blijft, dan ga ik dadelijk mooi even de was doen en stofzuigen. En vaak blijft hij wel zo rustig hoor. Dus hij huilt eigenlijk bijna nooit. Alleen als hij honger heeft. Anders valt het allemaal eigenlijk reuze mee. Dus ja, ik ga even eten maken. Goed eten is belangrijk. Jullie weten natuurlijk dat ik flink wat kilo's aangekomen was door de zwangerschap. Ik heb er nu dus nog 4,5 kilo aan overgehouden. En alle andere kilo's waren er in totaal 16, 17. Ik was best wel veel aangekomen. Maar van die 16, 17 kilo's heb ik er dus nog 4 over. Ongeveer. En die 4 die wil ik er echt aanhouden. En dan is eten natuurlijk heel belangrijk. En ik heb wel sinds ik dus bevallen ben echt totaal geen eetlust meer. Dus ik begin altijd even met 1 boterham en dan kijk ik daarna of dat er 2 op kan. Maar ik had dus heel erg gehoopt dat die eetlust van mijn zwangerschap zou blijven. Want toen ik zwanger was, ik at superveel. Ik had altijd honger. Ik had gewoon heel veel, waardoor ik gewoon heel graag wilde eten. Alleen, dat is helaas er niet aan overgebleven. Dus ja, ik heb nu eigenlijk geen honger meer, net als wat ik van tevoren had. Maar ja, ik moet natuurlijk wel zorgen dat die 4,5 kilo eraan blijft, die 4 kilo. Dus dan moet ik goed eten. En daar begin ik natuurlijk eigenlijk niet bij om 10:30 pas voor de eerste keer eten. Maar hey, weet je, dat doe ik normaal ook niet. Normaal eet ik altijd wel vroeger, hoor. Alleen, ja, het is nu gewoon even niet anders. We hebben letterlijk nooit zo'n lege koelkast als dat we nu hebben. Dus ik ga toch koffie maken. Klaar om de was te doen. Kijk, die ligt hier op zich redelijk zen in zijn box. Wel af en toe is een speen die hij uitspuugt. Maar ja, hè, die kan hij zelf er niet terug in zijn mond doen. De ding rookt helemaal. Ik dus de strijkwas aan doen. Bedenk ik me ineens. Oh, wacht. Misschien moet ik ook een ander wasje in de wasmachine doen. Ja, dus ik ga nou even een wasje van Kik erin doen, zodat hij in ieder geval weer kleren heeft om aan te doen. Want dat is wel handig natuurlijk. Voordat hij dadelijk weer zonder kleren zit, want oh man, dat kind dat kotst de hele dag zijn kleren onder. En nu gelukkig, door de Nutrilon is het wel weer minder, want ik dacht een keer, nou weet je, ik ga gewoon proberen over te stappen naar een ander soort voeding. In de hoop dat ook goed gaat, want iedereen zei, het is allemaal hetzelfde. Nou, Kik die deed dus echt helemaal fout op die andere voeding. Dus ik ben nu weer terug op Nutrilon. Is duurder, maar werkt voor Kik wel echt een stuk beter. Dus ik ga dit nu allemaal even wassen. Tijd voor een flesje. En ik heb een tip voor jullie. Baby's moeten natuurlijk een vitamine D elke dag tot de 4 jaar. En je leest dan, ja, doe het op een lepeltje, stop het in de mond. Nou, dat is bij Kik dus echt onmogelijk. Dus ik pak gewoon het tutje van zijn flesje. Daar doe ik die druppels in.
wier. En dan doet dat zo in zijn mond en dan zie je dus dat die druppels daar onderin zitten. En die drinkt hij dan natuurlijk als eerste op. Dus die doe ik zo in zijn mond en dan doe ik daarna het flesje erop en dan kan hij het flesje opdrinken. Kijk, flesje, dop erin. Nou, dan hoor je dus dat hij leeg is. Nou, zit er dus niks meer in. Doe je hem op het flesje gewoon draaien. En dan kan het flesje geven. Zijn luier heb ik net al verschoond, dus die is al klaar. Ik wil het eerst luier verschonen en dan flesje geven. En zo geven we hem dan zijn flesje. En nu is het dus 2:30, ze heeft zijn flesje om 2:30. Volgende is om 5:30, dan is Jason als het goed zit thuis. Dus die kan Jason dan geven. En weet je wat het ding gewoon is? Als je een kind hebt en je gaat strijken en allemaal dingen doen, je kan het gewoon niet in één keer afmaken omdat je tussendoor van alles moet doen. En dan is het weer een wasje aanzetten, dan moet je eten, dan moet je zijn speen weer terug in zijn mond doen. En daar is echt elke 5 minuten gaat hij zeuren omdat zijn speen terug in zijn mond moet. Stiekem kost dat gewoon heel veel tijd waardoor je niet in één keer door kan. En dat is natuurlijk niet erg, alleen daardoor duurt het allemaal iets langer. Maar ja, 3:30, 6:30, 9:30, 12:00. En dan gaan we slapen. Nou, Kik ligt weer lekker te slapen. Wat betekent dat ik verder kan met de was. Oké. Dit is dus baby's. Je hebt ze net verschoond, net de fles gegeven. En dan zit de fles erin. En dan scheidt hij weer heel zijn broek vol. Dat is echt serieus hoe het bij baby's werkt. Dus, ik ga meneer even opnieuw verschonen. Oké. Kik is weer verschoond, het luier is verschoond. Zo'n wasje heb ik net gecentrifugeerd en die staat dus nu op drogen. Dus die is hopelijk over 2,5 uur klaar. Dan heb ik ook dit inmiddels wel af. Dan ga ik even een rondje stofzuigen. En tegen de tijd is Jason ook thuis is, dan kan Jason mooi of stofzuigen of Kik verschonen en een fles geven. Ja, je bent er de hele dag mee bezig zo en dat is helemaal niet erg natuurlijk. Het is wel, je bent gewoon de hele dag met een kind bezig. En ik denk dat mensen dat best wel onderschatten soms. Tenminste, ik had ook niet verwacht dat het zo, niet per se intensief of zwaar zou zijn, maar gewoon, ja, het is gewoon echt heel veel werk. Je bent er gewoon elke 3 uur bijna mee bezig. Wat is er? Is je speen uit je mond? Is jouw speen uit jouw mond? En zo loop je dus elke 10 minuten naar je kind toe om speen terug in de mond te doen. Nu is het tijd om de keuken even te poetsen, want het is echt een grote zooi. Pink stuff, my favorite. Ja. De keuken weer schoon. En dan ben je helemaal voldaan als dan alles weer helemaal netjes is. Kikkiebikkie ligt hier kwijlen op de bank. Maar jij vindt het allemaal wel prima, hè? Ik denk dat ik echt nog niet mag klagen met hoe makkelijk dat hij is. Even afkloppen, want hij ligt daar en vindt het allemaal prima. Dus nu moet ik de tafel even schoonmaken. Die 2 tafels schoonmaken. Wasman naar boven, trui naar boven. Deze kleren moeten naar boven. Dan kan ik stofzuigen. Dat is dan hoe het leven gaat. Neem nooit een glazen tafel. Ik zou zo nooit meer nog een keer een glazen tafel nemen. Want een glazen tafel op een of andere manier. Die heb je afgestoft. Schoongemaakt. En na 5 minuten is dat ding weer helemaal vies. Ik ben heel blij met onze tafel hoor. Even. Maar. Het is een partij onhandig.
trouwens. Als je zwanger bent en je krijgt wel kraamvisite, dan is dit boek, het kraambezoekboek, is echt super leuk. Kan dus iedereen kan daar inschrijven. Dat is echt heel leuk, want dan kan dus Kik, als hij later groot is, kan daar allemaal teruglezen wie er allemaal op kraamvisite geweest is. En dan in de hoop dat hij al die mensen die hij nu ingeschreven hebben, straks natuurlijk allemaal leert kennen. Dat die niet nu hier zijn en dan over 10 jaar weg, zeg maar. Want dat kan natuurlijk, hè? Je weet niet hoe het gaat. Maar ja, dus dit boek is echt aanrader. Oh god, het is fucking zwaar. Wat doe ik? Stof op. Ik wil een nieuwe stofzuiger. Auw, kut. Nou, we krijgen even de rest. Jason appte, wil je daar vanuit werk meteen naar jullie man? Dus ik stuurde als je wilt. Alleen als dat zo is, dan moet ik dus nu gaan zorgen dat hij klaar is, dat ik klaar ben. Zodat we dadelijk kunnen gaan. Want het is 4:15 en om 5:00 is Jason klaar met werken. En toch ben ik dan wel blij als ik dan even 5 minuten op de bank kan zitten. Heel even mijn ding kan doen. En dat is dan 9 van de 10 keer ook nog bezig met Insta of TikTok. Dus iets wat eigenlijk ook een soort van werk is. Wat wil ik nog laten zien? Ik wilde... Ik weet het niet meer, jongens. Oh, ik moest nog een thumbnailfoto maken, ja. Wil je meekijken op de thumbnailfoto maken? Pakken we even de baobabkaars. Zetten we mijn telefoon daar tegenaan. En dan gaan we Kik pakken, want we hebben dus de Denen live met de newborn. 10 seconden. 10 seconden! Je moet heel moeilijk kijken, ja. Alsof het heel zwaar is. Een Denen live met een newborn. Zet je ogen dicht. Waarom doe je dat? Ja, ik vind het fantastisch. That's it, man. That's the picture. Goed gedaan! Goed gedaan! Jason stuurt, dat is goed. Oké, dan ga ik dus nu Kik zijn jas aandoen, zijn muts opdoen. Eerst zelf omkleden, dat is ook wel een idee trouwens. Dat ik er niet zo achterlijk uitzie als nu. 3, 2, 1. De outfit, de broek is van de Azules. Mijn topje is van Lovies. En ik heb alleen nog maar even mijn stoffen aan nu. Maar ik vind het altijd een hele leuke outfit. Nou, Kik zitten we ingepakt. Goedemorgen! Daar is hij weer. Goedenavond. Wij zijn onderweg naar de moeder van Sam. Ja. Om daar lekker een hapje te eten. Ja. Zou ik jou filmen? Hey, hallo! Chucky is hier ook, maar die ligt een beetje half uit zijn mandje. Ik ben het day in the live aan het maken, die moest eigenlijk vandaag online. Ik dacht ineens, kut, ik heb niks voor vandaag. Is dat ook die morgen? Ga ik zo mee, dat is hem niet. Oh, daar! Ja! Die stond er al. Die heb ik gezet voor Adam. Ja, en deze die staat voor ons. Oh, dat is mooi. Echt een mooie boef. Hey, die gaat daar helemaal in de muur staan. Nou ja, zo ziet het er een beetje zielig uit, maar ja. Ja, ja. Hij moet een beetje groeien, hè. Ja. Maar het is wel een lange al. Ja. Het is langer dan die andere. Ja. Weet je wat dat betekent, Kik? Dat betekent dat jij een grote wordt. Jongen moet worden. Ja. Ja. Dit is echt Chuck. Dat mooi bomke, of niet? Dat is mooi bomke.
Wiepje, kom! Chucky, kom eens! Kom maar, Wiep! Kom eens hier! Kom eens hier! 25 omwegen. Hallo! Lekker, jongen. Hallo! Mooi boom, hè? Dat is mooi, hè, kijk. Wauwie. Maar we gaan dus pizza ratten. Kijk. Pizza ratten. Laat pizza ratten. Pizza ratten. Jij hebt dat nog nooit gedaan. Pizza ratten. Gewoon laat pizza ratten. Jij hebt dat nog nooit gedaan, hè? Pizza ratten, nooit gedaan, pizza ratten. Je bent zo irritant. Pizza ratten. Bram is een lappenpop. You love me, yeah. Bram is een lappenpopje. Heel sleepen. Maar ik vroeg net of deze luier even wil. Ja. Gooi dat even doen. Where can I do that? Oh ja, upstairs, of course. Ga je mee, jongen? Ga je hem heel even pakken, kan ik even mijn jas uit. Ja. Ik heb dus een pizza. Je moet hem erin laten. Met tonijn, champignons en kaas. Dat is een heel bit dirty, hè? Als je tas hebt uitpakken. Nee, dat is lekker. Ik heb echt lekker. Wat dan? Pizza met tomatensaus. Ja. En een heel bit cheese. Ja. En een heel bit cool chicken. En on top of that, I got a little bit of ham. Ham? Belize. Dat mag niet. Zo groot wordt kitschboom in het rood. Mooi, hè? Mooi. Hallo, meneer. Lig je lekker? Lig je lekker? Een lekker ijsje. Dan doe je maar na. Het is inmiddels 10:10 en dit was eigenlijk het dagje. Bij mama hebben we net zijn luier nog even geschoond en een flesje gegeven en Kiki ligt daar nu lekker op de bank. Maar ja, weet je, dit is eigenlijk hoe een dag eruit ziet. Ik heb vandaag natuurlijk wel een productief dagje gehad, dat is normaal natuurlijk wel minder. Maar ik dacht, ik neem jullie wel mee in een dag, ja, in een realistische dag als moeder, zeg maar. Dat natuurlijk ook de huishoudelijke taken en alles gewoon gedaan moeten worden. Ja, en dan heb je je handen gewoon best wel vol over een hele dag. En dat vind ik hartstikke leuk en het is natuurlijk gewoon hartstikke mooi om het ook allemaal gewoon tegelijk te kunnen doen. Jason die is nu, als je het hoort op de achtergrond, die is nog even de trap aan het stofzuigen, boven aan het stofzuigen en de zolder aan het stofzuigen. En dan is in ieder geval beneden en boven weer netjes, want dat was wel echt even nodig. Ja, Kik die moet zijn flesje dus weer om, even kijken, 9 heeft hij hem gehad. Dus om 12 moet hij zijn flesje en ik ga nu mijn video editen, deze video editen zodat hij morgen online kan. Ja, ja, dat is vies. Dus ja, dat kan ik nu nog even gaan doen. Ik wist niet wanneer ik het anders nog moest doen. Ja, weet je, vandaag was een druk dagje, een productief dagje, maar wel een fijn dagje. Dus om 12 uur is het laatste flesje. Dan ben ik nog niet klaar met editen, denk ik. Ik denk dat dit een latertje wordt voor mij vandaag, maar dat is helemaal niet erg. Ik sluit bij deze de vlog voor jullie af. Vergeet niet te liken, delen, abonneren. Zet de notificaties even aan, zodat je niks mist en al mijn video's kan kijken. En ja, ik ga natuurlijk mijn best gewoon doen om voor jullie elke week een video online te zetten. Of de zaterdag of de zondag. Toevallig was het deze week de zondag. Omdat ik even niet door had dat het al weekend was. Heel stom, I know. Maar er is een video online gekomen en dat is het belangrijkste. Dus ja, abonneer nog even. En dan zie ik jullie bij mijn volgende video. Doei!